Ja, dat klopt. Erik Werner Pluim die staat hier naast mij. En we gaan napraten over de wedstrijd. Nunspet tegen VRC. Vanmiddag hier gespeeld op, uh, op de wildzang. 1 tegen 0. De uitslag uh, dan uh, uiteindelijk een doelpunt in de 84e minuut van uh, Joep uh, Banser. Uh, maar Berne, Werner, wat een wedstrijd. Ja, dit is uh, denk ik wat we met z'n allen heel graag willen. We roepen al, uh, nou ja, sinds vorig jaar dat we zo snel mogelijk terug willen naar een eerste klasse. En uh, nou ja, dat is aan de ene kant zeg maar, ja, omdat het niveau hoger is en omdat het aantrekkelijker is vaak om naar te kijken. En dat er dan weer uh, de sponsors uh, wat aantrekken. Maar uh, ik denk dat jullie uh, vandaag een, uh, en wij met z'n allen een uh, eerste klasse wedstrijd hebben gezien. Want ja, VRC, echt een uitstekende ploeg. En uh, met een heel duidelijk wedstrijdplan. En uh, wij hebben daarop uh, gereageerd en onze eigen ideeën naar zeg voren uh, proberen te laten komen. En dat is uh, ja, heel erg goed gelukt. En dan, uh, dit is dan wat je krijgt, een hele mooie wedstrijd. Ja, een heel duidelijk wedstrijdplan bij VSC, maar dat heeft nu een ook. Ja. ja, dat proberen we iedere week voor elkaar te krijgen. Alleen tegen ploegen die wat uh, ja, defensiever zijn en, en uh, ja, heel veel mensen achter de bal houden. Uh, dan worden ze er vaak niet leuker van om naar te kijken. En daar uh, nou ja, hebben we gisteravond met z'n allen een uh, goed voorbeeld van gezien. Met Nederland zelf tegen Hongarije. Ja, er zijn ook trainers en er zijn clubs die, die dat op die manier het resultaat heel erg belangrijk vinden. En uh, nou ja, dat dat onderdeel is van het plan. Ja, ik doe het liever op een andere manier. En uh, de trainer van vandaag ook. En dan hoop je daarmee succes te kunnen halen. En, uh, ja. Over het algemeen uh, is dat leuker om naar te kijken. Dus ik, uh, heb een, uh, ja, naast, uh, naast drie punten heb ik gewoon een hele leuke middag gehad. Ja, wij ook uh, allemaal, dat kan ik je wel zeggen. We zien strijd vooral uh, in die eerste helft en, en het enorme tempo, vooral. Ja, uh, en juist als het tempo wat hoger is, weet je, dan, dan vraagt ook extra scherpte. En dat zag je ook bij iedereen. Uh, die gezichten stonden strak, maar continu stonden ze aan. En uh, ja, vorige week was het tempo zoveel lager. En eigenlijk die week ervoor tegen Rens Wouter was het ook het geval. Dan moet het heel erg vanuit jezelf komen. En uh, ja, nu uh, ook een tegenstander speelt in een heel hoog tempo. Dus je wordt ook gedwongen om daar continu mee te gaan. En uh, ja, dan kunnen we echt wel gewoon een heel goed niveau halen met Sallen. Ja, dan zien we in de eerste helft dat er best wel wat mogelijkheden zijn voor, uh, voor Nunspeel. Het begint natuurlijk al met het schot van uh, Jonathan van het, uh, van het Hof. Daarna nog wel wat kansen, maar vooral ook voor VHC in de eerste helft. Ja, uiteindelijk uh, hebben we niet heel veel kansen gehad. Maar ja, en, en ook eigenlijk niet tegen gehad. Een aantal keren uh, ja, ja, die was, was belangrijk in ieder geval goed bij de les. Um, ik denk ja, heel eerlijk, denk ik nou ja, dat, dat de grootste kansen dan inderdaad, voor, uh, voor VSC waren. Maar ze kwamen zelden vanuit voetbalsituatie tot stand. Het was vaak vanuit uh, opportunisme. En uh, ja, dat was het bij ons ook. En, uh, dus we hadden elkaar tactisch wel behoorlijk in de greep. En ja, die, die Bal van Jonathan die had er gewoon ingemoeten. Ja. ja, absoluut. Dat zou een hele mooie opening zijn geweest, al in de tweede minuut van de wedstrijd. Ja, Jonathan was wat zoekende naar zijn vorm de laatste weken. En, uh, dus ja, dan is het ook voor het zelfvertrouwen was dat hartstikke lekker geweest. En, uh, ja, vorig jaar was hij heel vaak zeg maar, de, de bepalende man in het uh, eindresultaat. Ja, dat heeft hij tot nu toe. Uh, ja, uh, in de competitie in ieder geval nog niet kunnen laten zien. Dus dan is het heel lekker dat je Joep aan de andere kant had. Maar ik heb vandaag echt weer een hele goede Jonathan van het Hof gezien. En aan de andere kant een Joep Bansen. Maar eventjes over de tweede helft. Want daar is het nunspeed wat echt aan de poort rammelt bij VSC. Ja, de eerste tien minuten was even goed doorkomen. Zij uh, wilden gevaar stichten op de linkerkant. Nou ja, daar hadden we niet direct een antwoord op. Uh, nou ja, uiteindelijk zeg maar, gingen zij wel meer het spelletje spelen wat we vooraf. Uh, Hadden bedacht en, en uh, nou ja, dan duurt het vaak even op dit niveau voordat voor alles weer staat. En toen we daar een keer weer, uh, weer grip op kregen, ja, dan is het energie blijven geven en, en uh, afspraken nakomen. En dan zie je dat wij gewoon uh, ja, qua fitheid er hartstikke goed opstaan. En dat we het vaak langer kunnen volhouden dan een tegenstander. En ja, ik, nou ja, goed het was heel lang 0-0 dat we ook gewoon 0-0 kunnen blijven natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk als er één ploeg uh, was die het verdiende, waren wij dat in de tweede helft. Ja, want de kansen stapelden zich op in de tweede helft. Ja, en ook nog niet zo eens zozeer uitgespeeld. Maar ja, het was wel, uh, wij waren gewoon veruit de meest dreigende ploeg. En uh, ja, het is heel erg lekker uh, dat je op zo'n manier uh, een vrij laat in de tweede helft uh, de 1-0 maakt. Dus uh, ja, je weet dat zij dan moeten komen. Dus ja, dan kon, dat geeft ons dan ook vaak nog wel weer wat ruimtes. Maar, uh, ja. Terwijl eigenlijk, uh, je zit al in de 84 e minuut van de wedstrijd. Uh, je houdt er al rekening mee dat er al niet meer gescoord gaat worden. En dat uh, een gelijk spel het, het maximaal is. En dan valt ineens dat doelpunt uit de lucht. Hè? Want ja, het was toch een moment waar denk ik de keeper zich behoorlijk op verkeek van VRC. Ja, die keeper die, die is echt fantastisch. Uh, Zo'n geweldige uitstraling, een geweldige trap. Uh, overal zat hij tussen. En uh, ja, hier had hij even een momentje van zwakte. En uh, ja, ook uitstekend gedaan van, uh, van Joep natuurlijk. Ja. Zo is voetbal. Hè? Je, je moet profiteren van allemaal fouten. En uh, ja, en dat, dat lukte. Ja, dat lukte. Um, vier wedstrijden gespeeld, vier keer de winst gepakt. Ja, wat dat betreft, uh, uh, 12 4 is heel fijn. Ik denk dat het heel lang geleden is in Eunspet ook. Weer uh, de nul gehouden. Dus daar uh, ben ik heel erg blij mee. Uh, ja, en ook gewoon echt wel wel kansen gecreëerd uh, met elkaar. En zolang we dat blijven doen, zeg maar, dan, dan maak je iedere week aanspraak op, uh, op overwinningen. En uh, ja, we geven gewoon relatief weinig weg. We zijn veel meer met elkaar bezig om, om situaties op te lossen in het veld. En uh, ja, het is de kunst, zeg maar, om in de komende weken die, die groep dicht bij elkaar te houden. Want we hebben nu veel met dezelfde jongens gespeeld. Dat is natuurlijk fantastisch uh, voor mij. Uh, maar ja, dus natuurlijk, uh, die selectie is groter dan die uh, 11-12 man. Ja, die, die moeten ook uh, gas kunnen blijven geven. En uh, ja, dat is ook een taak voor de basisspelers en voor ons als staf om iedereen erbij te houden. Ja, wil je op de langere termijn resultaat blijven, uh, uh, blijven pakken, ja, dan worden die gasten steeds belangrijker. Dus uh, ja, daar, daar liggen wat uitdagingen. Ja, Patrick Visser uh, is er uh, ingekomen voor, uh, voor Emiel Goud, die uh, vanwege de blessure de komende tijd in ieder geval niet op het veld zullen zien. Hij heeft wel zijn kans gepakt, hè? Uh, ja, Patrick doet het uitstekend en uh, hij geeft een hoop energie, zeg maar. Dus, dus dat is hartstikke mooi. Uh, ook onder hoge druk weet hij de ballen steeds beter bij zich te houden. Dat, was die, uh, dat deed hij bij Doornspeak al wel. Alleen ja, dan is dat tempo uh, zo, ja, zoveel lager, dus dan is het ook minder spannend en minder moeilijk. En uh, nou, toen hij net in Unspet was, zag je ook wel dat daar een beetje de, de uitdagingen voor hem lagen. Maar hij heeft zich ontzettend goed aangepast in de training. De jongens liggen werkt hard. En uh, ja, hij laat het nu ook in de wedstrijden zien, dus dat is, uh, ja, we zijn heel blij met hem. En Joep ook, hij laat opnieuw uh, zien dat hij uh, prima doelpunten kan scoren. Hij loopt alleen één op één wat betreft het aantal wedstrijden en gele kaarten. Ja, deze gele kaart, uh, ja, hij, hij wist eigenlijk uh, na afloop nog steeds niet goed waarom hij geel had gehad. En, uh, ja. <laughs> Wij wel, denk ik. Ja, ja, als je geblesseerd bent geweest en wordt behandeld, dan moet je even wachten op een seintje van de scheidsrechter. En die was hem denk ik even vergeten, dus uh, ja, hij vond het uh, wel een goed idee om wat eerder in het veld te gaan. Ja, op zich ook een slimme geitje, want heel veel scheidsrechters laten het lopen en voor hetzelfde geld uh, is dan doelpunt. Maar nu uh, ja, terecht de gele kaart en uh, ja, inderdaad ze vieren dus uh, dat is eigenlijk wat te veel. Ja, die komt op scherp te staan. Ja, maar ja, het is... Uh, Weet je ook, uh, vorig jaar hebben we meer spelers uh, gehad die uh, nou ja, 7-8 wedstrijden uh, dat volhielden. En uh, zolang je met je hoofd gaat spelen uh, of blijft spelen, dan uh, ja, zijn gele kaarten niet nodig. En uh, nou ja, we zijn voor de rest heel erg blij met de ontwikkeling van Joep. Dus uh, laat dit dan nog een leerpuntje voor hem zijn. Absoluut. Um, volgende week Roda46 uit in Leusden. De andere koploper. Ja, ik zeg dat zij hadden gewonnen: uh, 1-0. Hooglanden, Veen, 1-0. Ja. ja, dus. Uh, nou, bij deze laten we dan ook als Nunspets zijn iets meer respect opbrengen voor Hooglandenveen, Want het is gewoon een rete stugge ploeg. En ook vorige week. En, en dan is het heel makkelijk om te zeggen het was slecht en het was niet goed en het was maar 2-0. En het was inderdaad niet zo heel erg goed. Maar we hebben Hooglandenveen als Nunspets zijn, ook als publiek zijnde. En misschien wij met z'n allen wel echt tekort gedaan om te zeggen van dat ze kunnen er niks van. Dat vind ik echt, vind ik echt, uh, nou ja, respectloos. Uh, ook koploper uh, of mede -koploper Roda Leuze heeft het vandaag heel erg lastig gehad tegen die gasten. En winnen maar met 1-0. Uh, nou ja, aan ons om uh, in ieder geval het tempo weer uh, nou ja, op de been te proberen te krijgen, zeg maar, wat we vandaag hebben gedaan tegen VSC. Dan wordt het volgende week ook tegen Roda, denk ik, weer heel erg leuk. Nou, we gaan er uh, naar uitkijken. Ja, ik ook. Eerst uh, een klein beetje niet vind Oké, okay. geniet nog van, uh, van het succes weer. Het was uh, absoluut uh, verdiend, afgedwongen. Zeker in de tweede helft. En uh, ja, dat houdt Nunspeet uh, ook als eerste op de ranglijst. Ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel Werner Pluim. Dat was het vanuit uh, ja, het Business Home. Nee, het is niet eens Business Home. Het is uh, onder de tribune zitten we, zitten we hier. Waar we napraten met Werner Pluim over de wedstrijd Nunspeet tegen WRC. Vandaag 1-0. Nunspeet blijft koplopen, 12 Punkte aus vier Wedstrijden.